Bedankt voor de inleiding en hartelijk bedankt voor deze laatste vragen bij de vorige spreker. Want als er nou iets is waar ik het over wil gaan hebben, dan is het de monumentenstatus van waterschapserfgoed. Voor diegenen die willen gaan slapen na zo'n lange dag, doe dat gerust, want ik ben een historicus van de brakke grond. Ik ben er volstrekt niet voor opgeleid. En na al die droogte in ons Noord-Holland is de grond alleen maar brakker geworden. Dus dat helpt ook al niet. Ik heb woensdag in de commissievergadering gehoord dat van de 20 gemeentes nu nog maar aan 5 de wegen hoeven worden overgedragen. Dus zou je je motivatie vinden uit waar een wil is een weg, dan heeft het waterschap in ons gebied in ieder geval weinig wegen meer over om te bewandelen. Dus je zult het moeten doen met een paar plaatjes en mijn toelichting. En dan was daar zo'n apparaatje bij, waardoor je van mijn naam naar een wat interessanter plaatje kon gaan. Ja, ik kwam hem alleen maar ophalen. Nou heb ik 3 knopjes. Ik ga gokken welke het is. Ja. Uiteindelijk, ook al ben ik van de brakke grond, heb ik het waterschap vorig jaar een kostenpost, ons waterschap, van 15 miljoen bezorgd. En dat is voor iemand, even ter correctie Jan, die maar met 1 been in het AB staat. Want bij ons is besloten om de eenmansfracties een duobaan te bezorgen. Dus ik mag formeel niet zeggen dat ik in het AB zit. Maar ik probeer zoveel invloed uit te oefenen dat niemand zich dat straks na die 4 jaar kan herinneren. Namelijk, ik zat in het waterschap Het Lange Rond. Hè. Die namen waren geweldig vroeger. Dat waren eigenlijk al erfgoedsnamen. Dat loopt van Assendelft tot en met Bergen aan Zee. Assendelft overigens de naam gekregen doordat Alfa daar zijn regiment opsloeg midden in de weilanden en daar uiteraard in Delft sloeg. En het Lange Rond moest overgaan in het Hoogheemraadschap Noorderkwartier samen met uitwaterende sluizen. En er was enorm veel weerstand tegen. Al die waterschappen vonden dat niks. Logisch natuurlijk, want je moest van 180 terug naar 30 bestuurszetels. Maar ook moesten allemaal nieuwe gebouwen die op het laatste moment waren gebouwd. Je wil niet geloven, als je bij Purmerend bent of waar dan ook, je ziet de mooiste waterschapsgebouwen, allemaal leeg nu. Want als een soort laatste sprint wilde elke dijkgraaf zijn laatste icoon nog bouwen. En dat moest allemaal worden gesloten. Dus er was enorm weerstand tegen dat Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Dus daar heerste bij ons zo'n sfeer, wie kan iets verzinnen, wie kan een belemmering verzinnen waar het nieuwe waterschap niet omheen kan, dat het allemaal voorbij drijft. En toen heb ik gezegd, hoe staat het nou met onze monumenten? Stel nu dat wij dat waterschap inleveren, nou personeel dat komt vast wel goed, die gebouwen, maar ons erfgoed, al die mooie glazen en die boeken met tekeningen van Frans Mars en alles waar Diederik Aten, die onze privéhistoricus was, zo trots op is, wat gaat daarmee gebeuren? En je wilt niet weten, ik heb een motie door het waterschap gekregen toen. Ze moesten nog opzoeken hoe dat werkte. Er was in 20 jaar geen motie ingediend. Nu gebeurt dat wat vaker. Het politiseert het waterschap. De dijkgraaf zat met de handen in het haar. Een motie, unaniem aangenomen, dat een nieuwe waterschap, dat we alleen maar tot het Hoogheemraadschap Noorderkwartier wilden toetreden. Als niet alleen wij, dat is in de laatste 3 maanden snel gebeurd, maar alle delen van het nieuwe waterschap het waterschapserfgoed in kaart zouden brengen en de monumentenstatus zouden invoeren. 20 jaar later zegt iemand, god, wil jij op de lijst voor het waterschap? We hebben nog een partij, de Waterschapspartij. Dat is eigenlijk geen politieke partij, dat is een soort historische vereniging van waterschapsbestuurders. Ik zeg, nou, dat is goed. Zetten ze hem op 2. De lijst was al gedrukt. Ik had het al in de krant kunnen lezen. Ik wist van niks. Dus ik zat 3 maanden in dat waterschapsbestuur. En in de commissie BNW. Het heeft iets anders te maken dan waar die 3 letters vaak voor staan. En toen mocht je vragen stellen. In een soort rondvraag. Dus ik zeg, nou ja, ik loop pas 3 maanden mee. Maar hoe is het nou met die afspraak met het Lange Rond? Want er is een handtekening ondergezet. Er zou voor het hele Hoogheemraadschap Noorderkwartier een inventarisatie van het erfgoed plaatsvinden. En er zou een monumentenstatus komen.
Jee zeg. Ja, Diederik Aten zei, ik weet er nog van. Maar niemand wist dat. Nou, uiteindelijk heeft communicatie zich daarover gebogen. Hè, over wie moet zich nou verantwoordelijk stellen. Die dachten, nou ja, we doen wat bij basisscholen. We willen iets met een jeugdraad. Laten we dat eens inventariseren. Laten we dat eens oppakken. En vervolgens is vorig jaar door het centraal orgaan het waterschapserfgoedbeleid ingesteld. En is een budget van 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende 5 jaar. Om daar vorm aan te geven. Maar de monumentenstatus, die werd natuurlijk ingeslikt. Want, zeiden ze, iedereen verstaat iets anders onder monumenten. Nou, dat heb ik vandaag ook gehoord. He? Het is bijna niet tastbaar. Je kan er elke definitie aan geven. En vanochtend vond ik dat de dijkgraaf het heel goed zei. He? Eigenlijk is een goed monument iets waar een verhaal bij zit. Dat hoeft geen gebouw te zijn, dat kan een beker zijn, dat kan een oude dijkdoorbraak zijn, dat kan van alles zijn. Als je kijkt naar ons hoogwaterprogramma, zomaar eventjes de andere kant op, en je ziet hoeveel dijken er in ons gebied moeten worden verhoogd, en ik zeg wel eens hoeveel hoger die dijken over 20 jaar meer moeten worden, en over nog een keer 20 jaar meer, en je komt uit ons gebied, een aantal collega's hier, zo noem ik dat maar, en de hele discussie gaat op dit moment natuurlijk over de Markermeerdijk, hè, want die mensen die daar wonen, Ransdorp, Zunderdorp, die allemaal hebben ontdekt dat zo dadelijk ze niet meer door hun voordeur, maar door het raam van de eerste verdieping hun woning moeten verlaten als die dijk wordt verhoogd. Die hebben gezegd, waarom zit die dijk tussen Enkhuizen en Lelystad nou niet in die computercalculaties? En dan gaat het dezelfde kant op als met vliegveld Lelystad. De burger is niet meer zo onmondig en die weet precies hoe die computerprogramma's eruit zien en die weet zo'n waterschap keurig voor te bereiden, voor te lezen, dat heel veel benaderingen verouderd zijn en dat misschien zo'n dijk dan wel op een hele andere manier opgehoogd kan worden. Of ze gelijk hebben, dat is wat anders, maar het is wel interessant. En wat zegt dan de Hoogheemraad, zoals dat bij ons heet, die zegt dan, ja, ik wil geen monumentenstatus, want ja, weet je, er is zoveel te doen en de klimaatverandering roept zoveel op, ik moet er eigenlijk altijd van af kunnen. En dat geeft in mijn beleving, en dat wil ik iedereen hier die in verschillende waterschappen zit meegeven, die ambivalentie. Aan de ene kant die verantwoordelijkheid die ik onderken en die alleen maar verandert en anders wordt. En tegelijkertijd, we zijn het oudste lichaam qua overheidsorganisatie in het land. Dus wij dragen ook de langste historie met ons mee, met al zijn gebouwen en objecten. Dus die spanning tussen volledige vrijheid van handelen willen houden, aan de ene kant, en aan de andere kant verantwoordelijk zijn voor een stuk geschiedenis, kan niet groter zijn bijna dan bij de waterschappen. Misschien even tussendoor, voordat ik naar het volgende plaatje ga, maar ik laat hem vast zien, dan kunnen de getallenfreaks vast naar de tabel kijken. Wie is Fred Sanders? Ik heb waterbouw gestudeerd. Ik ben in Der Helder opgegroeid, met aan drie kanten water. Ja, dan kan het bijna niet anders, als je dan ook nog water drinkt, hè, dat je uiteindelijk naar Delft gaat om waterbouw te studeren. En via een omweg ben ik weer teruggekomen in het mooie Noord-Holland, Noorderkwartier, te boven Amsterdam. En in Den Helder op de middelbare school was, ja, ik zeg hoofdonderwijzer, maar laten we zeggen de directeur van de middelbare school, Jan Bremer, die was historicus, sociaal historicus. En die was bij het Lange Rond weer aangewezen om voorzitter te zijn van de vereniging De Hondsbossen. De vereniging die de historie van Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam, probeert in woord en boeken weer te geven. Hij is nou in de 80, ik mag hem 1 keer in de 2 jaar bezoeken. Diederik Aten, voor degene die hem kent, mag hem elke maand bezoeken. Dus er is wel statusverschil. Ik zat naast zijn dochter in de klas, dat zal er doorgekomen zijn. Maar toen ik 50 was, een aantal jaren geleden, vroeg de Universiteit van Delft of ik terug wilde komen. Ik had mijn ervaring opgebouwd als het gaat om het simuleren van burgerverantwoordelijkheid en burgerinitiatieven. En dan niet als burger, maar professioneel. En ze zeiden, kan jij nou die verantwoordelijkheid van burgers
verbinden aan de klimaatverandering? Wanneer gaan mensen verantwoordelijkheid dragen? En ik mocht 4 jaar geleden in mijn pandjesjas mijn proefschrift verdedigen. En het hele bijzondere is dat als je eenmaal dokter bent, dan denken ze dat je overal verstand van hebt. En als je dan te traag met je ogen knippert, dan zit je ergens aan vast. Dus een jaar geleden vroegen ze, we gaan binnen de afdeling stedenbouw, urbanisme, alles gaat in het Engels in Delft. Gaan we een boek schrijven over water en erfgoed. Fred, kan je daar een paper voor schrijven? Dat moet dan ook wetenschappelijk. Dus ik heb een mooie paper geschreven over waterschapsmonumenten. En daar kan ik u nu een paar plaatjes van laten zien. Want het is gek, hè? Ik hoorde net die discussie over gemeentes en provincie. Maar ten eerste hebben die een minder lange historie. En ten tweede kijken die van hun eigen verhalen. Willem van Oranje, Oldenbarneveld. Het is natuurlijk ondenkbaar dat de Ridderzaal geen rijksmonument zou zijn. Ik laat dat zo dadelijk even zien. Gewoon kijk naar een aantal dragers. Hè. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het is een verkenning, noemen we dat dan in Delft. Dan mag je wat vrijer zijn met wat je opschrijft. En je kijkt naar een nationale kanon. Hè. De 50 momenten in de Nederlandse geschiedenis waarbij als je die uit je hoofd weet, ongeveer weet wat er in Nederland is gebeurd in de afgelopen 2000 jaar. Dan zie je dat van die 50 objecten er 1 object een monumentenstatus heeft die je zou kunnen relateren aan het waterschap. En als je dan kijkt hoeveel van die gebeurtenissen, objecten een relatie met het waterschap hebben, dan zijn het er ongeveer 6. Dus ongeveer 10% is water gerelateerd. En maar 1 heeft een monumentenstatus, een rijksmonument in dit geval. Ga je naar mijn eigen gebied, het waterschap, was denk ik wel voortvarend. Diederik Aten heeft 30 momenten geregistreerd. Die zegt, nou als je die uit je hoofd weet, hè, dan weet je precies alles wat er gebeurd is sinds 1200. Want wij zijn natuurlijk het oudste waterschap. En van die 30 momenten, waar heel veel objecten, dijkvakken, grenspalen aan vastzitten, heeft er maar 1 monumentale rijksstatus. En zijn ze uiteraard alle 30 water gerelateerd. Want ja, dat zou natuurlijk wel heel gek zijn als het waterschap dat niet op die manier had geregeld. Gaan we naar UNESCO Werelderfgoed. Dan hebben we 10 objecten in Nederland. Van de Waddenzee. Stelling van Amsterdam. Nog een paar? Harde gemaal. Er zijn er 7 water gerelateerd. En 5 hebben een monumentale status. Dan moet je je toch voorstellen dat als je het hebt over waar wij dagelijks een warm hart aan toedragen, dat het UNESCO Werelderfgoed, mijn inziens, beter begrijpt hoe je met monumentale status moet omgaan en hoe je respect kan geven aan de oudste nationale sport in Nederland, watermanagement, dan de rijksmonumenten of de provinciale monumenten. Dus de heer, de vraag voor mij of je aan die instanties deze verantwoordelijkheid wel kan overlaten. Even gewoon ook voor de beelden, hè? Want in dit mooie gemaal worden. Dit is dan de kanon van het Noorderkwartier. Daar rechtsboven, dat plaatje wou ik even op inzoomen, dat is de watersnoodramp van 1916. Omdat ik me aan de universiteit bemoei met burgerverantwoordelijkheid en klimaatverandering, bemoei ik me ook steeds meer tegen wat dan weerbaarheid heet. En sommigen denken dan vooral aan de BB en Dead's Army, hè, leuke serie op de Engelse televisie, maar we hebben het over resilience, we hebben het over weerbaarheid, want we weten allemaal dat wat we ook doen aan de klimaatverandering, het aantal rampen zal in de komende 20, 30 jaar toenemen. Ik heb onderzoek gedaan in Zaanstreek-Waterland. Dat is namelijk in 1916 het enige gebied wat bijna helemaal onder water is gelopen. En het is ook het gebied met het grootste aantal vrijwilligersorganisaties.
de brandweer, de dierenambulance, de ziekenwagen, de boerenorganisaties. Als je in Zaanstreek-Waterland kijkt, nou, en de Monnikendammer en de Volendammer heeft echt niks met Zaandam. Maar in dat hele gebied waar ik mag wonen, daar is het aantal vrijwilligersorganisaties gigantisch. En hoe komt dat nou? En ik heb met mensen gesproken, ik heb groepsgesprekken gehouden en dan blijkt dus dat zo'n watersnoodsramp, dat eigenlijk de mensen in het gebied, die handelen als eerste. En dat de professionals, die komen pas na 3 dagen. En dat is niet veranderd. Die gaan al na 1 uur aan het werk. Die hebben rampenplannen, die hebben draaiboeken, die gaan digitaal en communicatief van alles roepen. Maar voordat er echt daadwerkelijk mensen het gebied ingaan, die buren gaan redden, die een oma op zolder, naar zolder helpen. Hè? Dat mag alleen tijdens rampen trouwens. Voordat u zegt thuis komt en zegt, nou die Fred, die hebben toch een hint gegeven? Daar moet ik morgen wat aan doen. 100 jaar na dato is de invloed van zo'n ramp nog zo groot in zo'n gebied dat de weerbaarheid substantieel aanwezig is. En dat betekent dat waterschapsmonumenten niet alleen maar iets zijn uit het verleden, en misschien wel waar mooie verhalen aan vastzitten. Heel veel van die objecten zijn gekoppeld aan rampen, zijn gekoppeld aan extreme gebeurtenissen, aan moedige mensen. Hè. Kijk naar de medailles, wat een geweldig verhaal. Waar we nu niet alleen lering uit kunnen trekken, maar en niet alleen waar we ons door kunnen laten motiveren om bij rampen ook zelf moedig te zijn. Maar het wordt ons ook van vader of zoon in zo'n gebied, en zo zal dat in Zeeland zijn en in Brabant zijn, doorgegeven dat de eerste 10 uur cruciaal zijn voor het aantal mensen dat overleeft in een rampgebied. En dat het de buren zijn die dan de levens redden en niet de professionals. Die nemen het daarna over. Ik weet niet wie het zei, was in een van de presentaties vanochtend, dat de agrariërs, de boeren, heel actief waren in, in de eerste hulpverlening na een ramp. Heel bijzonder dat uit deze interviews naar voren kwam, hoe zeg ik dat zo netjes mogelijk, dat boeren het meest gewend zijn om te gaan met de dood. Omdat ze dagelijks dieren hebben die doodgaan, dieren naar de slag brengen. En dat het gemak waarmee ze hun bedrijf achterlaten, om buren te helpen, heel groot is. En dat zijn dingen die je dan leert uit een onderzoek en een verkenning. En dat betekent dat waterschapsmonumenten niet alleen maar dode dingen zijn. Dat zijn signalen waar we nu wat aan hebben, die we kunnen doorgeven. Heel even, ik vlieg vast uit de tijd. Plaatje over de historische ontwikkeling van het Noorderkwartier. We denken altijd dat wij heel heroïs zijn als Nederlander. Hè? Vingertje in de dijk, polders dicht malen. Maar het Noorderkwartier is eigenlijk vooral ontstaan door stommiteiten van ons. Het is een gebied wat eigenlijk aan de natuur was. De mensen gingen onder de duinen wonen. Ze maakten te veel kinderen en het werd overbevolkt. Ze gingen het moerasgebied, het laagveen in, wat eigenlijk totaal ongeschikt was om te wonen. En deden er allerlei dingen waar het gebied niet tegen kon. Waardoor de structuur van het veen werd verstoord en de boel wegspoelde bij de eerste beste overstroming. Ik weet niet, het was vanochtend een van de plaatjes, hè, de Honswonse zeewiering. Die zal hier ergens liggen, als ik dat goed doe. De hele Zijpenpolder is ontstaan doordat bij de doorbraak van onze zeewering, de dunste duinenrij, totaal laagveengebied van de Zijpen. Dan hebben we het toch over een gebied, hè, de grootte van Amsterdam, in 2 dagen wegspoelde via de Waddenzee de Noordzee in. Dus heel veel van die polders die we later hebben ingemaald, zijn plassen ontstaan door onze eigen onkundig handelen met het veengebied. Dus waterschapsmonumenten zeggen niet alleen iets over alles wat we goed hebben gedaan, maar ook alles wat we fout kunnen doen. En zijn daarmee een dubbele lering.
Vorig jaar mocht ik een columnserie schrijven in het Noord-Hollands Dagblad. Alweer een jaar daarvoor. En ik mocht het vooral geen watermonument noemen. Daardoor kreeg ik volle medewerking van het waterschap. En heb ik een tiental van die plekken, in het licht mogen zetten waar vooral verhalen aan vastzitten. Gedrag van mensen. Even heel snel noemen, als dat nog mag, voorzitter. Rechts is een monument helemaal aan de noordkant van Texel, waarbij een dijkdoorbraak de vrijwilligers die in het gebied werkzaam gingen om de dijken te repareren, of eerder gezegd nog proberen te stutten voordat die doorbrak, waarbij een aantal mensen zijn overleden omdat ze toch de verkeerde... Ja, dan breekt zo'n dijk door, moet je je voorstellen, dan gaan de mensen netjes in een rij de bus in. Maar ze waren daar met een bus gebracht en het eerste wat je dan doet als je weer weggaat, is keurig naar die bus toe lopen. Nou, het eerste wat die vloedgolf natuurlijk heeft gedaan, is die bus op zijn kant een sloot in te houden en dan ben je er niet meer. Je had natuurlijk wel beter kunnen gaan lopen en zwemmen, maar ja, dat weet je dan achteraf. En links is het huis wat voor ingenieur Lely is gebouwd op het eiland Wieringen. Omdat hij had verzonnen dat de afsluitdijk gebouwd moest worden. Er zit nu een accountskantoor in, is wat minder. Hij heeft er nooit gewoond. Want hij werd minister van staat van waterschapswerken, hoe zeg je dat, waterwerken. En toen dacht hij, zo kon dat nog in die tijd, weet je, mijn zoon die doet ook nog wel wat in Delft. En die wordt er volgend jaar ingenieur en die heeft hij meteen daarna verantwoordelijk gemaakt als minister voor de Afsluitdijk. En toen kon zijn zoon er gaan wonen. Toch niet missen als je net afgestudeerd bent. Zo zie je dat er ook gewoon leuke verhalen aan vastzitten. Dit is gewoon voor in de Zaanstreek, Monet. Heeft 3 maanden in de Zaanstreek gebivakkeerd en heeft de mooiste gebouwen vastgelegd. Niet allemaal waterschapsmonumenten, maar net zoals vanochtend iemand met plaatjes, kon ik het niet laten om mee te nemen. En met deze laatste impressie van wat voor mooie gebouwen het in ons gebied over gaat, hoop ik dat ik u heb mogen stimuleren om, hoe mooi het ook is dat de provincie en gemeentes en het Rijk monumenten hebben, het hard tijd wordt dat de waterschappen een monumentenstatus krijgen. Dat moet wettelijk geregeld worden. Dat moet zelfs helemaal door de Tweede Kamer. En het is een, heb ik zelfs begrepen, aan de grondwet gelieerde wet. Dus hij moet met 2/3 meerderheid door de Tweede Kamer. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar dan denk ik ook bij mezelf, ja, ik ben een Noord-Hollander, ik heb lak aan regels. Daar heb je toch ook die hele Tweede Kamer niet voor nodig. Als die waterschappen gewoon met elkaar zeggen, ze kunnen de boom in. Maar vanaf nu hebben wij een waterschapsmonumentenstatus, die we als stof kan gebruiken om in ieder geval de meest primaire gebouwen, objecten, verzameling glazen die we hebben. Het gaat niet om zoveel mogelijk monumenten. Hè? Het gaat wat mij betreft om een soort primaire selectie die je nooit kwijt wil. Heel veel mensen vragen, gaat dat niet heel veel geld kosten? Ik zeg nee, want nu bewaren we Jan en Alleman. Sorry Jan. We bewaren alles. Dat kost ook een heleboel geld. Daar mag best een stofkam doorheen. Maar als alle waterschappen gewoon zeggen, vanaf 1 januari 2019, want volgend jaar heb ik begrepen is het monumentenjaar, kennen wij de waterschapsmonumenten. Breng een motie in je raad, kennen langs de mand na het lange rond wat dat is. Dat je zegt, wat Den Haag ook doet, wij willen vanaf nu gewoon net doen of die status bestaat. En zorgen dat we budgetneutraal een schifting aanbrengen. Dat die donanten die we nooit meer kwijt willen, dat we die een status geven waardoor we er ook nooit meer vanaf kunnen. Dank u wel. Bedankt Fred Sanders voor je betoog. Zijn er nog vragen over, naar aanleiding van de stellingen van Fred? Of is het duidelijk geweest? Ja, ik heb er een vraag over, want je hebt een betoog gehouden voor monumenten, waterschapsmonumenten, en je begon in de Markermeerdijk. En dat is een provinciaal monument. Maar na de verbouwing van de Markermeerdijk, wat het goed is of niet, laat ik even proberen, maar ik denk dat het de status
monument niet meer heeft. Dus ja, je kunt het als monument vastleggen, maar als waterveiligheid voorgaat, dan wordt het monument gewoon weggeverfd. Dus ik zie niet zozeer het nut van een monument als het erfgoed beleid bij waterschappen gewoon in het geheel nog niet voldoende geïnstitutionaliseerd is. Ja, de Mark Weerdijk is overigens voor alle aanwezigen ongeveer het belangrijkste discussiepunt van het waterschap in het Noordelijk Kwartier van de afgelopen 2 jaar en de komende 3 jaar. Hè. Ik hoorde gisteren al voor de verkiezingen heen getild, want dat kwam natuurlijk niet uit. Zelf denk ik, hè, dat een monumentenstatus je ook helpt om keuzes te maken. Want als je kijkt in Noord-Holland, hè, we zijn laatst met waterschap bij het KNMI geweest. De prognoses zijn aan het eind van deze eeuw 1 meter zeespiegelstijging. We weten nu al dat het 3 gaat worden en de mid-case scenario is 8 meter en de worst case is 13 meter. Dat moet je voorstellen, eind van deze eeuw. Dus en dan kan je zeggen, dat is allemaal fake news. We hebben ons laten informeren over de Nederlandse onderhandelaar die bij het KNMI werkt. En die zegt, ja weet je, we mogen alleen nog maar doorrekenen wat bewezen is. Maar als we dingen meenemen, dus die dijken gaan nog x keer omhoog. Dus je zal steeds scherper keuze moeten maken, waar maak ik voorzieningen zodat monumentale behouden blijft of in herinnering blijft en waar kan ik het loslaten. En daarom bepleit ik zelf niet om voor zoveel mogelijk objecten de monumentenstatus te geven. Ik ben helemaal niet tegen erfgoedstatus. Ik vind het geweldig zoals Heemschut dat heeft uitgezocht en laat het iedereen inspireren. Maar op een aantal punten zou je vanuit de waterschapsoogmerk ook die monumentenstatus moeten hanteren. En ik zeg wel, zo is het in ons gebied maar 10 objecten. Hè? UNESCO doet het met 10 beter dan al die andere monumentenstatussen. En als die Mark en Meerdijk of stukken daarvan daar dan in zitten, ja, dan moeten we daar gewoon rekening mee houden. Maar dan hebben we misschien niet de discussie over de hele Mark en Meerdijk, maar gewoon over 2 keer 150 meter die op die dijk die status hebben. Ik hoop niet dat ik me er makkelijk voor afmaak, maar nee, zo ja, zie ik het. Ik denk dat we uiteindelijk naar precies hetzelfde toe willen, dat we het volledig met elkaar eens zijn. Ik denk alleen dat als het erfgoedbeleid geïncorporeerd is in de organisatie, en dat wil zeggen bij het project, goed naar landschap, gewoon erfgoed breed gekeken moet worden. En dan niet met een paragraafje die je overal gekopieerd ziet, er wordt vanaf gemaakt wordt, maar gewoon echt meegenomen wordt, zoals ecologie nu ook meegenomen wordt. Ik ben het helemaal mee eens. Niet, dan zou dat voor, ik denk dat het niet eens geld kost. Want nou, als mijn kinderen hun opvoeding 100% hadden geluisterd, hadden ze nu geen stommiteiten begaan. En gelukkig is het leven anders, maar daardoor verrassen ze me steeds. Dus, een breed erfgoedbeleid is meer interessant voor communicatie en PR dan voor behoud van objecten. Wil je echt objecten behouden en je prioriteit stellen en daarmee natuurlijk ook dus nee verkopen hier en daar, dan zal je monumentenbeleid nodig hebben. En iedereen in de wereld gebruikt dat. Waarom nou de waterschappen niet? Nou, daar eindig ik dan maar. Ik wil daar even op aansluiten. We hebben namelijk hier in het Gelderse Rivierengebied tot 1993 een aantal dijken verzwaard. Dat is een proces, daar was men al 20 jaar mee bezig, hè? Van Meddingen tot Loevestein. En voorheen moesten alle woningen gesloopt worden, wat op de dijk stond. Het dorp Brakel is berucht of bekend van een totale sloop van een dijkdorp. Na 1995 kwamen er weer nieuwe plannen, in een versnelde programma natuurlijk. En toen kwam de commissie Bourtien. En de commissie Bourtien die zei, we gaan dijken verzwaren, rekening houden met het erfgoed. En bijna niets van de waardevolle relicten, het hoeven allemaal geen monumenten te zijn, maar gewoon dijkrelicten, zijn eigenlijk allemaal ingepast in de nieuwe dijkverzwaring. En het bevreemde me dat het toen ineens wel kon, terwijl in de 80e jaren heb ik tientallen, zo niet honderden panden zien slopen. Omdat de dijk ging voor, dan moest het Hondsbosse Zee weer inkomen. Dat was de bedoeling. Fred, ik hoop dat ieder waterschap zo'n man krijgt als jij, als u. Want dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Je moet bestuurders motiveren, activeren, het verhaal meermalen vertellen in de commissie en iedereen
bij de les proberen te krijgen. Hè, als ze nog niet helemaal luisteren. Maar ze zullen luisteren. Want ik herhaal het. Bedankt voor je betoog. En het is een voorbeeld van hoe dat een waterschap in Noord-Holland met zijn zaken nu wil omgaan. En je hebt in ieder waterschap eigenlijk een begeestigd persoon nodig die ervoor gaat staan. Ik heb dat zelf binnen de Maaskant gedaan toen ik daar werkte. Van heb ik let op het voorbeeld van een aantal gerestaureerde sturen en sluisjes die ik net heb laten zien. En als je niet een man of vrouw hebt die erachter gaat staan, dan verrommelt het, zoals het heet. Dank.